De film die het afgelopen jaar moest gezien hebben was natuurlijk Girl. 300.000 mensen zijn er ondertussen naartoe geweest. Een film over Lara. Ze is 15, ze wil prima ballerina worden. Maar Lara werd geboren in het lichaam van een jongen. De film werd ondertussen overladen met prijzen op het filmfestival van Cannes. Vorige week nog het filmfestival van Oostende. En de film is gebaseerd op waar gebeurde feiten, zoals dat dan heet. Het verhaal van Nora Monsecour. Goedemorgen, Nora. Goedemorgen. Heb jij een schoothondje, Nora? Nee. Geen huisdieren thuis. Want in jouw boek beschrijf je jouw leven, jouw boek dat nu uitgekomen is. En als kleine jongen moest je beschrijven hoe jij er zou uitzien op je 20ste. Je schrijft daarin groot, met blonde haren, volle lippen en een schoothondje. Ja, alleen schoothondje mist nog. Schoothondje is inderdaad niet uitgekomen. Ja, je bent geboren als de helft van een tweelingbroer. Ja. Hè? Ja. Jouw broer Arno en jij heette Aaron. Ja. Maar jij wist al vanaf je kon praten dat je een meisje was. Ja, dat was gewoon een evidentie voor mij. Ik moest was geen vraagteken bij mij toen ik klein was. En dat mocht van thuis? Ik denk dat het wel een zoektocht was naar wat er nu effectief aan de hand was. Ook omdat we zo, mijn broer en ik zijn zo gelijk met elkaar. Ze zagen één toch eigen dat er, tweeling. Ja, één eigen tweeling. Ze zagen toch dat er iets niet klopte. Dus het was even zoeken, maar mijn ouders waren heel open en aanvaardbaar. Ja. Ja, want jij mocht prinsessenkleedjes aandoen, jij mocht de kleren van je mama. Er was wel een code afgesproken. Ja, binnen de vier muren van het huis. Daar mocht ik, de eerste jaren mocht ik daar mezelf zijn en mezelf ontdekken. En hoe ging dat dan als er mensen op bezoek waren? Dan werd er gebeld. Dan was er een code van één keer bellen was meestal een vreemde, twee keer bellen waren vrienden. En dan wist ik van oké, nu moet ik me omkleden of nu mag ik mezelf blijven. En er waren 85 mensen of zoiets, hè? Ja, mijn ouders hadden een lijstje bijgehouden. Van 85 mensen. En als die belden, dan moest je je niet omkleden. Heb je nog contact met Manon? Manon, ja. Zij heeft mijn allereerste Barbiepop cadeau gegeven. Daar heb ik nog altijd contact mee. Ja. Hoe oud was je toen? Ik denk 8. Want jij voelde je niet begrepen als kind, hè? Zelfs de Sint begreep jou niet. Nee, de Sint gaf mij niet de cadeautjes die ik wou. Ik kreeg Playmobil, dat was de neutrale optie. Ja. Besefte jij als kind al van, dit is toch anders dan de andere jongetjes rondom mij? Als kind eigenlijk niet. Als heel jong kind niet. Maar vanaf dat ik 12, 13 begint je toch te merken van waarom is het zo vreemd dat ik meisjeskleren wil aandoen of met meisjes spelen of poppen wil. En, dus gaandeweg begint dat er wel in te kruipen. Dat je zo'n beetje vreemder voelt dan de rest. Wat ik onwaarschijnlijk vind in de film en ook nu in het boek, is dat vooral jouw vader er zo fantastisch mee omgaat. Hè. Die begint al informatie over transgenders op te zoeken, nog voor jij weet dat je een beetje anders bent. Ja, mijn papa wou mij gewoon heel graag helpen, denk ik. Zijn liefde was zo groot en hij zag dat ik niet gelukkig was samen met mijn mama. En dan zijn ze op oplossingen gaan zoeken. En wat hebben ze precies gedaan? Ze zijn op forums gaan kijken, denk ik. Mijn papa eerst op het internet gaan zoeken en daar van alle informatie verzameld. En dan op het genderteam in Gent terechtgekomen en me dan meegemaakt. Genomen naar psychologen. En, hoe hebben ze dan tegen jou verteld? Van we zullen naar iemand gaan? Oh, dat herinner ik me eigenlijk niet meer zo goed. Eerst het moment dat ik me herinner is gewoon dat ik in de wachtkamer zat te wachten om met een psycholoog te praten. Maar voor mij, ik wist niet wat er op me afkwam. Ik wou gewoon Nora zijn. Ja, dat was al op je 12e eigenlijk dat op je begonnen mijn, bent. Op mijn 8e. Op je 8e ben je al begonnen met therapie. Ja. Op je 12e. Is er dan weer een belangrijke stap geweest? Ja, toen werd ik op de wachtlijst gezet voor mijn operatie dan op mijn 18 jaar en kreeg ik ook puberteitsremmers. Dus wordt uw puberteit stopgezet voor die nog begint. Ja, en op je 16e ben je dan van naam veranderd? Ja, naam en vrouwelijke hormonen ook gekregen. Ah ja, en op je 18e was het grote moment. De big day. Ja. De big day. Ja, iets waar je heel je leven naar uitgeleefd hebt, dat je dan eindelijk van geslacht ging veranderen. Ja. Veranderde toen ook je leven? Dat had ik verwacht, denk ik. Voor mij ging de poort opengaan toen ik 18 was en die operatie had gehad. Maar de realiteit was toch anders. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Want jij wilde prima ballerina worden. Ja. Ja. Maar je was natuurlijk een jongen, hè? Ja, dat was niet evident. Hoe ging de omgeving daarmee om? Hoe gingen de meisjes waarmee je danste daarmee om? Dat was een heel moeilijke wereld om mezelf in te kunnen zijn. En ik heb gaandeweg toch geprobeerd om naar mijn gevoel en naar mijn dromen te luisteren. En dat was mijn ups en downs. Maar ik ben er toch geraakt, dans nog altijd. Dus. Ja. In de film is het heel hard, hè, hoe de meisjes met jou omgaan. Was dat in het echt natuurlijk
ook. Beide, zo. Ja. Maar ik denk dat het ook eigen is aan kind zijn soms. Ja. Die nieuwsgierigheid en niet goed weten wat er aan de hand is. En, nee. Dus ja. Ja. Hoe ging jouw broer daarmee om? Mijn broer is een beetje mijn beschermengel. Die was heel defensief tegenover. Is het waar? Ja, ja, ja. Niemand mocht mij pijn doen. Maar ik zat ook op internaat. We zijn nooit dicht bij elkaar geweest. Maar die zorgt altijd heel goed voor mij. Ja. Ja. Je bent nu op en top vrouw. Een hele mooie vrouw. Merci. Maar natuurlijk, ja, mama ga je nooit worden, hè? Nee, op natuurlijke wijze niet. Ik denk, ik heb mij dat vroeger altijd ontzegd, omdat ik niet op natuurlijke wijze mama kan worden. Maar nu zie ik wel andere opties of andere mogelijkheden. En als die wens er ooit komt, zal ik wel mama zijn, denk ik. De film Girl, een film die je echt wel moet gezien hebben van regisseur Lucas Dont, ja, was een van de films van het afgelopen jaar, hè, gebaseerd op het leven van Nora. En Nora, die is vanochtend hier. Nu, Nora, de film is een jaar geleden of zo uitgekomen. Ja, in oktober, in Gent. Ja. Toen danste jij in Engeland nog, in Leeds. Ja. Heel veel mensen uit jouw omgeving wisten niks van jouw verhaal. Nee, in de film, dat was eigenlijk een bewuste keuze. Ik wou heel graag naar een plek gaan waar niemand mijn achtergrond wist of waar ik geen label of stempel kreeg. En, dus ik heb daar eigenlijk jaren geleefd als Nora mezelf, zonder vooroordelen. En, En ging dat in jouw hoofd? Was je voor jezelf ook Nora? Ten opzichte van de anderen, want de anderen Ja, sowieso. Ik denk gewoon op een bepaald moment begonnen te wringen, omdat ik geen zelfacceptatie had op een bepaald moment. En ik denk, als je vriendschapsbanden wilt opbouwen, is er toch een vorm van eerlijkheid nodig. En die kon ik niet opbrengen op dat moment. En dat begon te wringen. Dus, en dan ging je naar het buitenland. Ja. Die film die wordt dan supergoed onthaald. Kon je dat dan delen met de mensen, Ginder? Ja, nee, want niemand wist het. En maar dan heb je het toch verteld. Dan heb ik het uiteindelijk toch verteld. En dat was een serieuze last van mijn schouders. Ja, ja, en hoe reageerden de mensen? Superfijn, ja. Het zijn ook allemaal dansers, heel open-minded mensen. En we hebben een feestje gemaakt. En dan denk je, verdorie, had ik het maar jaren vroeger gedaan waarschijnlijk. Ja. Kende jij Lucas Dont, de regisseur, vooraf? Nee, voor Girl niet. Nee. En, hoe hebben jullie elkaar dan leren kennen? Door Facebook. Ja. Facebook? Ja, Lucas heeft mij een paar berichtjes gestuurd, jaren geleden. En daar had ik nooit op geantwoord, want ik had geen zin om iets rond mijn verhaal te doen. En hij heeft toch blijven vragen. En dan uiteindelijk heb ik ja gezegd om eens koffie te gaan drinken in Gent. Mm. En van daaruit is Girl ontstaan. Ja, want hij kende jouw verhaal omdat jullie lang geleden een interview gedaan hadden voor de krant. Ja. Ja, dat hebben we gedaan toen ik 12 was, denk ik. Ja, omdat de wereld het toen mocht weten, bij manier van spreken. Ja, en dat artikel heeft wel veel teweeggebracht. Nu, jaren later, hoor ik nog mensen over spreken. Dus dat was wel mooi. Ja. Was het dan moeilijk om jouw naam aan die film te hangen? Ja, omdat ik er voor mezelf niet klaar voor was. Ik denk dat ik voor mezelf niet kon accepteren dat ik transgender was. Dus dan was het heel moeilijk om daar zo open mee naar buiten te komen. Maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan. Want oorspronkelijk wilde hij een documentaire over jou maken, hè? Ja, daar zag ik niet zitten op die moment. Nee, ik wou zo ver mogelijk wegblijven van heel... gewoon het zelfhaat een beetje. Klinkt heftig, hè, maar toch. Ja. Ja, spijtig, ja. Hoe was dat dan voor jou om de film van jouw leven letterlijk te zien maken? Ja, heel raar in het begin. Als ik op set kwam, waren al die mensen aan dat verhaal aan het werken. En het is toch een ander verhaal, maar er zitten heel veel invloeden in van mijn verhaal. En het was wel spannend. Maar een heel warme groep, heel fijne groep mensen die met heel veel liefde aan dat project hebben gewerkt. Dus dat die heel veel deugd om te zien. Hoe was het om die film te zien? Hebben jullie hem vooraf mogen zien? In Cannes. Ik heb hem één keer gezien thuis, in de living, op een klein computerscherm. En dan voor het eerst in Cannes, in Frankrijk, op het filmfestival. En huilen. En het was een heel mooi moment. En hoe was het om als familie naar die film te kijken? Heftig. Ook heel veel zaken die mijn ouders nooit... Die intieme dingen die zij nooit hebben geweten, die ze dan ineens op scherm zien. Want inderdaad, de film, zowel als het boek nu, zijn echt heel intiem. Hè? Je vertelt echt wel, je legt je ziel bloot. Ja, dat was bewust. Ja. Ik denk, als ik zoiets doe, dan wil ik het wel open en bloot doen. En wil ik zoveel mogelijk informatie geven aan jongeren die het nodig zouden hebben. Maar ook aan gewoon mensen in het algemeen. Mm. Ja. Want waarom wil je na de film, meestal is het boek en nu ook de film. Nu is het de film en nu ook het boek. Waarom wilde je het boek ook nog schrijven? Dat was een kinderdroom om ooit een boek te schrijven. Ik had heel veel geschreven doorheen mijn leven en heel veel informatie verzameld. Maar op langere termijn, als ik 40 was of klaar was met dansen. Maar hoe oud ben je nu? 23. 23, ja. Of klaar was met dansen, maar dan uiteindelijk heb ik toch die duwtjes in de rug gekregen en heb ik toch gezegd van nu doe ik het. Ik wou met mijn leven iets doen waar ik er dan toch zelf trots op kon zijn en dat alle pijn en al het verdriet niet voor niks was geweest. En, en ook om anderen te helpen, natuurlijk. Want ben je blij dat nu iedereen het weet en dat je nu zo
open kan leven? Ja, ik ben vooral blij dat ik trots op mezelf ben en trots ben op het parcours dat ik heb afgelegd. Ja. En dat was voor mij heel belangrijk. Ja. Je danst momenteel in Duitsland. Ja. Waar dans je precies? In Mainz. Ik ben hedendaagse danseres bij een staatstheater. Ja. En je bent nu toevallig in België? Ja, ik heb een show gedaan in Brugge, Concertgebouw, vrijdag. Ja. We komen niet heel vaak naar België, maar toen was ik even in België. Ben jij een gelukkige vrouw, Nora? Ja, heel gelukkig. Ja. Ik heb alles wat ik mij kan wensen. Dus. Voilà, dan wens ik jou nog een heel gelukkig leven en profiteer. Proficiat met je boek. Dank je wel. De weg naar mezelf werd uitgegeven bij Lano trouwens. Dag Nora.